Surinamers kunnen onmogelijk in armoede leven of ze moeten heel erg lui zijn. Dit stelde NDP-parlementariër Rachid Doekie tijdens de begrotingsbehandeling vrijdag in het parlement. Zijn stelling poneerde hij naar aanleiding van aanvallen van de oppositie als ze het wanbeleid van de regering ervoor hebben gezorgd dat grote delen van de bevolking onder de armoedegrens leven. Doekie vindt dat de oppositie de term armoede beter moet gaan definiëren, omdat naar zijn zeggen Surinamers geen armoede kennen. Armoede, voorzitter, is onmogelijk in dit land. Dit land Suriname, armoede, no man, is onmogelijk. Bepaalde groeperingen, voorzitter, die kunnen het moeilijk hebben. Gelooft u mij, mensen met beperkingen, naar die mensen moeten we kijken. Ze hebben het moeilijk, ja. En zieke mensen en misschien echt bejaarden die in hun jong leven het niet goed hebben geregeld. Die groep, de rest, voorzitter, noem ik luilakken. Ja, lismang, if je pina nina kondridis. Geloof me. Doekie filosofeerde verder dat Surinamers een Sri-Libi-mentaliteit hebben en daarom steeds meer op zoek gaan naar materiële rijkdom. Het op zoek gaan naar meer noemde oppositie armoede, terwijl naar zeggen van Doekie dit hebzucht is. Vele mensen denken, wanneer buurman zo'n grote, dikke steak van Twins restaurant eet en hij misschien een daal choraya bhaji met een jhurmachari eet met een lekkere chutney. Dan wat ik, jongen, wat pina, jongen, luku. Buurman heeft het zo goed. Wel, laat u maar zeggen, voorzitter. Toen, als kleine jongen dacht ik ook daarover. Elke dag meka oso daal. Elke dag daal. Yo, ik kwam aan bij uraktap in gramma na miere. Je sing vtaigi de man tak ian daal. Van armoede toch, je sing. Maar laat ik u zeggen, voorzitter, ik sta hier. Als ik ga zo dadelijk een vrouw naar boord, dan probleem. Na probleem, dat na mijn cultuur. Dat na mijn jong. En dat mijn groot en dat mijn wanjang. Buurman, awan bigi, high luxe en je hebt een kleine fits. Je pina. No man, wat. Vouwen maar kan pina naar kunderen. NDP-parlementariër Rachid Doekie afgelopen vrijdag tijdens de begrotingsbehandeling in DNA. Hij stelt dat Surinamers niet arm zijn. Wie klaagt dat hij of zij arm is, is lui, aldus de parlementariër.